Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kunst met Claire. Ik ben vandaag in Rijssen en ik ga eens kijken, want hier woont Jenny Voortman en die weet een heleboel over knipmutsen en oude kleding. Ik ga nu eventjes kijken of ik het kan vinden. Jenny, als ik het goed heb. Jenny Voortman. Hallo. Ben ik hier goed? Ja. Ik geloof het wel als ik de knipmutsen zie. Ja, klopt. Oké. Okay. Hi. Hallo. Hallo, dag, Claire, hi. Mag ik hier even zitten? Ja hoor, gaan we zitten. Oké. Okay. Ik denk wel, als ik het zo om me heen kijk, dat ik wel een klein beetje weet wat jouw passie is, wat jouw hobby is. Ik denk het wel. Ja? Ja. En kan je me daar wat meer van vertellen? Ik ben mutsenmaakster. Ja. En mutsenmaakster, dat hoort bij klederdracht. Mm-hmm. De kleding, dat is iets een ander verhaal, dat hoort er gewoon bij. Maar de knipmutsen, dat is het allerbelangrijkste wat bij de klederdracht hoort. Ja. Knipmutsen waren ook het duurste onderdeel van de muts. Daar werd ook de dure kant voor uitgezocht. En die muts die moest dan gemaakt worden bij de mutsenmaakster. Ja. Dat konden de mensen niet zelf. Want het is een hele klus natuurlijk. Hè? Dat moet zeker, op een specifieke manier zijn. En misschien het kant dat het langer is en korter is en mooier bewerkt. Of heb ik dat... Nou, je hebt heel veel soorten kant. Mm-hmm. Kan je me daar wat van laten zien? Nou, de voorstrook, dat is een Valenciennes kant, noemden ze dat. En dat is een hele mooie kant met mooie bloemetjes erin. Oké, okay. Ja. En die voorkant, je ziet er eigenlijk niks van terug, want alles wordt geplooid in hele kleine plooitjes. En daar ben je nu mee bezig? Daar ben ik nu mee bezig. Kijk, in principe zie je helemaal niks meer terug van de kant, omdat het allemaal kleine plooitjes zijn. Ja, ja. En die worden dus, als ze geplooid zijn, dan ga ik ze in dit rek ga ik ze plooien en dan ga ik hem boven de stoom houden, laat ik hem drogen. En doordat er heel veel stijfsel in zit... Ja. Dan laat ik het drogen, haal ik de pennetjes eruit en dan krijg je als het ware een soort harmonica. Oké. Okay. En hier kan ik dus niks mee, want dit kun je dus niet verwerken. Het is te slap, hè? Niet verwerken aan de muts. Dus dan ga ik elk plooitje met een stekje. Elk plooitje? Elk plooitje wordt met een stekje vastgenaaid op dit draad en dat heet dus latondraad. Okay. Dat is koperdraad, dat is omwikkeld met katoenen garen. Mm-hmm. En dan ga ik dus elk plooitje met een stekje vastnaaien, hier op dit draad. Ja. En dan kan je hem ook in het model buigen van het hoofd. Ja, ja. Kijk, en als je dan de muts hebt, dit is het mutsenbolletje. Dat is dit bolletje, Ja, dat is het bolletje. Als ik het mag even pakken. Ja. Dat is dus een hele vieze muts. Die moet dan nog gewassen worden. Maakt niets uit, maar het is zo eerst. Ja. Dus zo krijg ik de mutsen heel vaak binnen. Die hebben dan jaren op zolder gelegen. En dan komen ze die muts tegen en dan zeggen ze van... Oh, dat is leuk. Dat is een muts van mijn oma of zo. En dat is wel leuk om die te bewaren. Ja. En dan komen ze hem hier brengen om hem te laten wassen. En dat doe jij allemaal? Ja. En dan ga ik ze helemaal uit elkaar halen. Toon ik ze helemaal uit elkaar. Dan hou ik een... mutsje over. Zo'n kleintje. Ik hou een voorstrook over. Ja. En ik hou een achterstrook over. En die ga ik dus allemaal wassen, totdat het helemaal schoon is. En dan gaat de stijfsel in. Dan ga ik strijken. En dan wordt het heel hard, heel stijf. En dan ga ik het plooien. En dat is wel een hele klus als ik zo eigenlijk, hè? Want je denkt van, je doet het in een sopje, zeg maar eventjes, hè? Nou, maar zo werkt het niet, want ik denk dat dan krimpt ook wel, hè? Nou, het krimpt niet, maar het is van katoen en het is van linnen garen gemaakt. Okay. Dus het kan best heel veel warmte verdragen. Mm-hmm. Maar als ik zulke vieze mutsen krijg, die ga ik eerst uit elkaar tonnen en dan zet ik ze in het water met soda. En dan trekt het vuil een beetje los. Ja. En dan ga ik hem wassen. En dat is niet met één of twee keer wassen. Het is wel heel vaak. Ik ook niet. Nou ja, 6-7 keer. Dus zo'n muts. Ja. Met die kleur. Ja. Dat is de bedoeling wel. Zo zeg. Ja, maar deze mutsen die zijn gewoon van het liggen op zolder zijn ze zo vies geworden. Kijk, als je nu mutsen hebt die de mensen dragen. Daar zit dus een zweetrand in. Als je die één keer wast is alles weg. Ja. Onze mutsen die we bij de folklore groep dragen. Die worden dan één keer in de
ja, één keer in het jaar, één keer in de twee jaar worden die uitgewassen. Ja. Maar die zijn alleen vies van het zweten. Omdat je dan de muts draagt, dan komt hier aan de voorrand. En deze de rand waar we het over aan hebben. Ja, dat deze is die staat een mutsje op zich ook wel. Ja. Als je dan die mutsen hebt, die zijn altijd, dat kan je hier ook heel duidelijk zien. Dit is dan die zweetrand. De bandjes onder de kin en hiervoor. Ja. En als je ze uitwast, dan moet je ze helemaal uit elkaar halen. En deze, die moet je wel heel vaak wassen. Die krijg je zomaar niet schoon. Maar heb je nu mutsen die gedragen worden, of door boerendansers, of bij een klederdrachtgroep, dan kan je ze één keer wassen en dan zijn ze schoon. Maar daar zitten niet zo lang in. Deze die zijn gewoon van jaren op zolder liggen, zijn ze gewoon helemaal vies geworden. Ja. Of vies geworden, dat trekt er weer door. Ja. Dus het is eigenlijk zo, dus dat doe je dus voor andere mensen. Ja. Dus stel voor dat iemand misschien eventueel dus een muts hebt. En soms hoor ik dus ook wel eens een keer, dan doen ze dat, bij een soort schilderijen dan met een bol glas. Een bol glas. Dat je dat wil bewaren van oma of grootmoeder of wat dan ook. Die kunnen bij jou terecht. En dat hoe... Nou, ik doe ze niet in het glas. Je doet ze niet in het glas. Nee. Dat moeten zij zelf doen. Nou, dat moeten ze zelf doen. Maar het probleem is dat je die ovale lijsten met een bol glas... Mm-hmm. Die kan je niet meer, zijn niet meer te verkrijgen. En bij ons was er altijd een mevrouw die dat deed. Voor 10, 15 jaar geleden. Als ik 10 knippertsen had te wassen, dan gingen er 8 van in de lijst. Maar zij doet het niet meer. En de lijsten die zijn ook niet meer te verkrijgen. Dat is moeilijk hè, als je daar tegenkomt. Ja. Ja, best wel. Hoe bewaren ze het dan? Nu... Met het blauwe papier of zo? Want dat heb ik ook al eens een keer gehoord. En blauw papier is ook niet meer te koop. Maar er is een oplossing voor als je bij een groentezaak komt. Heb je de witlof. Ja, dat klopt. En die zit ook op blauw papier. Ja. Dus als je moet de witlof natuurlijk niet nat zijn geweest. Of dat het vies is, maar een beetje schoon papier hebt. Dan kan je dat heel goed gebruiken voor de mutsen ook. Dus dat is wel goed om te weten dus voor de mensen dat ze dus... Ja, je kan ook een theedoek. Als je met, vroeger had je de blozenpopjes, Rekert Blauw. Mm-hmm. Als je een theedoek hebt en je maakt hem heel goed blauw, heel veel blauwsel erin. En je laat hem drogen, dan kan je daar ook je knipmutsen onder leggen. Ja, ja. Dan blijft het mooierder. Dan blijven ze mooierder, langerder, helder. Ja. En de mot komt er dan ook niet bij. Is dat dan een fabeltje? Nou, de mot, dit is katoen en linnen. Het is maar zelden dat daar mot in komt. Ja, want dat hoor je soms ook wel eens. Hè? Dat je dan men zegt van voor eventueel stel voor dat. Want het is natuurlijk zonde. Want dan heb je een gat erin en dan is het eigenlijk... Je hebt wel eens gaatjes in zitten, maar dan is het vaak gewoon... Ja, van ouderdom dat de gaatjes invallen. Ja, ja. Maar ik heb nooit eigenlijk motjes erin gevonden. Dus dat is gewoon een fabeltje? Ja, nou ja, dat misschien. Is maar ja, zeg nooit nooit. Nee. Toch? Ja. Oké. Je hebt ook verschillende soorten mutsen. Heb je ook door de weekse mutsen? Ja. Heb je ook dus mutsen voor het weekend natuurlijk? Of feest? Of deze knipmutsen die werden altijd gedragen bij hoogtijdagen, zon- en feestdagen. Dus bij een bruiloft of gewoon als ze zondags naar de kerk gingen. Okay. Daar was de muts eigenlijk voor. Ja. Maar op zondag dan ging iedereen naar de kerk. Vroeger was het heel normaal dat iedereen naar de kerk ging. Ja, en wanneer kon je dan het mooiste pronken? Als je naar de kerk ging. Ja, tuurlijk. Iedereen kon je zien. Mm-hmm. En dan, dan kon je ook laten zien van, heb je een brede kant, heb je een smalle kant. Want dit is een smallere kant. Ja. En die daar, is een bredere kant. En wat wil dat zeggen dan? Nou, wie breed heeft, laat breed hangen. Ah, vandaar. Zal daar het gezegde van komen, denk je? Ja hoor, dat komt daar van. Ja? Ja, dat is mooi. Wie breed heeft, laat breed hangen. Ah. Kijk, en je hebt dus ook heel veel soorten kant. Dit is een tweebloemskant. Dat is dus twee bloemen op 70 centimeter. Dus dat is een tweebloemskant. Op 1 L zitten twee bloemen. Oké. Een L is 70 centimeter. Ja, dat weet jij. Dus dan heb je een tweebloemskant, noemen ze dit. Ja. En dan heb je andere kant. Deze is dus een hele mooie, brede ook. Deze is iets minder breed. Mm-hmm. Ja, ze zijn gewoon super mooi en die zijn namelijk de hele mooie kloskanten. Ja.
Dat is allemaal helemaal al gesteven. Deze die is al gesteven. Die is ook helemaal al klaar. Ja, ja, die is klaar om... tulle moeten dan nog aangenaaid worden. Je ziet daar ook dat er blauwe tulle aan zit. Ja. En dan kan je hem gaan plooien in een plooirek. Okay. En dat gebeurt op dezelfde manier als deze kleine pennetjes. Maar dat gaat dan hier met dit plooirek met houten stokjes. Kijk, want als je dat in met deze koperen pennetjes zou doen, messingpennetjes, dan wordt het hele rek gewoon veel te zwaar. Ja, 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 ja. En dit is dus houten stokjes. En dan ga ik dus met de achterstrook plooien. En dan hou ik die ook boven de stoom. En door de stijfsel blijven daar ook weer de plooitjes in zitten. Een heel werk. Is een heel werk. En dat is jouw hobby. En daar word je rustig van. Dat is mijn hobby. Nou, rustig van worden, ja. Het is al zo. Ik ben 30 jaar geleden ben ik hiermee begonnen. Ja. En toen waren hier nog 45 vrouwen die klederdracht droegen. Ja. Nou, en die waren echt heel pietje precies. Dat was echt iets van... als je daar een muts voor moest wassen... Nou, dan beefde je wel eventjes. Want dan had ik zoiets van... Ja, stel dat het misgaat. Je kan de materialen niet meer kopen. Ja. En dat was wel... ik kreeg een beetje een kick van heb ik het goed gedaan? Ik ben ook heel blij dat ik die dames ook gehad heb. Want die konden mij precies vertellen wat ik wel en niet moest doen. Oké. Okay. Ik heb eens een keer een vrouwtje gehad. En die had de muts hier laten wassen. En die dochter die kwam die muts ophalen. En toen kwam ze, dezelfde week kwam ze terug. Toen zegt ze, ja, mijn moeder is er toch niet mee tevreden. Want de knip... zitten er te ver uit. De knip. En de knip, daar bedoelde ze dit mee. En dat is die voorstrook. En dit noemden ze de knip. De knip, dus hetzelfde als want, dit weer. Je zegt dus een knipmuts, maar kneepjesmuts. Je gaat het even spelen met het woord. Ja. Maar dit zijn dus de knippen van een muts. En die vond ze er te ver uitsteken. Dus weer losgehaald, naar achteren gezet. En toen heeft ze de muts weer opgehaald. En toen kwam ze dezelfde week weer. Nee, mijn moeder vindt toch dat de muts, dat de knip, nu weer te ver naar achteren zit. Ze zei, nou weet je wat ik doe? Ik kom met de muts, ik kom bij je moeder. En dan ga ik daar de muts weer maken zoals ze het zelf wil. Ja. Dus ik heb die voorstrook er weer afgehaald. En toen heb ik het haar laten zien. En toen zegt ze, ja nee, zo heb ik het hem. Nou, ik kwam dus op de eerste... gaatjes weer uit, waar ik hem de eerste keer had genaaid. En toen was ze tevreden. Maar dan kan je dus zien dat... Ja, die mensen waren er heel precies aan. Maar die zijn er ook mee opgegroeid. Ja. Als ik mijn muts opzet... Ik weet gewoon dat de muts tot hier moet zitten, op je oren. Ja. Maar verder voel ik er heel weinig verschil in. Maar hun hebben natuurlijk hun hele leven al gedragen. En die zijn er gewoon heel secuur aan. Dan voelen ze dus gewoon dat ze denken van... Nee, het zit toch een beetje anders dan dat ik gewend ben. Ja. Okay. En dat willen ze gewoon heel precies hebben, hoe die muts weer in elkaar zit. Ja. Het is ook, geloof ik, zo dat je het niet alleen dus met knipmutsen hebt. Ik geloof dat je dus... Knipmutsen horen bij klederdracht. Dus als je knipmutsen hebt, dan kom je vanzelf eigenlijk in de klederdracht. Ja. Het is begonnen. Ik was mutsenmaakster. Voor 30 jaar geleden ben ik daarmee begonnen al. Hier in Rijks? Ja, en toen was er de VVV, die wilde iets opzetten met wasdagen. We hebben hier in Rijks in de Stadsbleek de Weijert. Mm-hmm. En daar ging men vroeger naartoe om de was te spoelen. En die VVV die wilde dat als attractie maken voor evenementen in de zomervakanties. En die dames, die moesten dus allemaal een mutsje. En toen kwamen ze bij mij. Ja, en van lieve leven, daar val je er zelf ook in. Dus ik ben bij die vereniging gekomen, de folkloregroep Riesen, vanaf het begin. Dus en dan komen de kleding, komen er ook de mensen die geven alles van kleding. En zachtjes aan, dan heb je een hele verzameling. Ja. En die wil ik nu wel eventjes zien. Dat kan. Ja? Ja. Oké. Ik heb zelf ook een hele verzameling, dat klopt. Oké. Ja. Ik denk boven, beneden. Ja, boven.
voordat we de kassen open doen, gaan we eerst naar het bijzondere item. Martin. Hi Claire. Ik zie het al voor mij staan. Ja. Kan jij dus het geheim eens eventjes vertellen? Ik ga jou het geheim ontrafelen. Dit is eigenlijk een Turkse koffiemolen. Een behoorlijke oude zelfs, behoorlijk antiek. En het leuke is van, als ik vorige keer zeg maar los had gehaald, dan had je meteen kunnen zien wat het eigenlijk is geweest. Of is. Maar hier zit namelijk een heel leuk hendeltje in. En wat gebeurde er nou? Hier komt mooi koffie in. Dus de boontjes gingen hierin. Daar ging de molen. Ging dit eromheen. Nou ja, het lijkt al op een koffiemolen. Dacht ik ook wel. Pakken draaien en de koffie komt eronder uit. En ik haal hem nou niet los met de koffie, want het is eigenlijk een beetje zonde omdat hij zo oud is en op leeftijd is. Maar ja, dit is echt een lekkere koffie van Turkse makelij. Dus dat is de uitleg. Oké. En degene die je dus weer goed hebt geraden, die kan onder in beeld, komt namelijk de naam komt te zien. En die krijgt weer twee kaartjes van het MBS-spoor. Zullen we doorgaan naar het volgende item? Lijkt me een goed idee. Okay. Ik ga eens even kijken in de kassa of daar nog wat te vinden is. Ja, kijk eens aan. Het is een klein itempje, dus op zich wel leuk om eens een keer een beetje variatie in het geheel te brengen. Het is een klein doosje. En er zit een zilveren potje in. Ik zet hem hier even neer. Nou is mijn vraag, wat is dit eigenlijk? Je kunt je antwoord sturen naar claire@tvsternet.nl. Daar gaan wij de volgende keer de uitleg over geven. Dankjewel. Zo zeg. Ja. Zo. En aan de andere kant zit ook aan nog. De kant ook. En dan mag ik ook weer even kijken. Dan mag ik ook kijken. Alles gesorteerd. Ik zag het allemaal heel... Ja, allemaal bij elkaar. Oh. Zo zeg. Zo zeg. Ja, moet je even dat kijken. Zijn allemaal schorten. Allemaal daagse schorten. Dat zijn allemaal rooschorten. Zware dit zijn rook, allemaal rooschorten. Zware rook, lichte rook. Hier heb ik allemaal gewerkte jakken. Even voor mij. Wat is zware rook? Wat is lichte rook? Zware rook, dan ben je in de eerste periode van je rook. Dus okay. Dat is de zware rook. Ja. Vooral als je iemand, een familielid van de eerste graad overleden is, dan ben je in de zware rouw. Dan is je kleding bijna helemaal zwart en de schorten zijn ook heel sober. Ja. Het zijn nou iets met een stipje of zo, of helemaal donkergrijs. Dan heb je dus de zware rouw. Kan je me iets laten zien dan? Hoe verder zware... als je... Dit is de zware rouw. Ja. Mag ik er eentje... Vind je dat goed? Even kijken hoe dat er... Hier heb ik hele zware rouw. Dit is dus als je man overleden is of een kind van je. Dan ben je... Dus het dichtst dus bij je staan, zeg maar even. Dit dan... mag ik even openmaken zo? Ja. Ja? Even kijken hoor. Ja, ze worden allemaal op dezelfde manier opgevouwen. Als je ze dan openmaakt, dan zitten er precies overal blokjes in. Oké. Even voor mij. Dan gaat het hier omheen dan. Ja, en dan strikt naar voren. Wil je het bij mij doen? Even zo naar voren en dan maak je aan de voorkant maak je hier een mooi strik. Oké. Okay. En het is ook een speciale strik of zo? Nee hoor, de strik is gewoon niks bijzonders. Oké, okay. Dan vraag ik, wat is er dus aan de achterkant wat je hebt hier? Want heb je daar ook daar een rok? Of ja, een rok en een jak heb je dan. Oké. Okay. En dat is, als je in de rouw bent, is dat altijd zwart. Ook altijd zwart? Ja. Oké. Okay. Kan je me dat ook laten zien? Dit is de kant wat allemaal rouwkleding is. Ja. En aan deze kant heb ik dus van niet in de rouw. Ja. En hier. Heb je nog meer? Hier heb ik dus al mijn jakken. Oh. Al mijn jakken. En hier hangen dus de mannenpakken. Oh. En aan deze kant. Oh. Deze kant, daar heb ik dus allemaal rokken. Zondagse schorten. Dit zijn de omslagdoeken, de sjaals, onderrokken. En is het allemaal, heeft dat met rouw te maken? Nee. Dit allemaal? Nee. Nee, hè? Nee, dit is zwart kon je met rouw en trouw. Dus zwart is net als wat je nu... een zwart mantelpakje of een zwart broekpak koopt, dan zeggen ze, oh ben je chic, wat ben je deftig.
Okay. En zo was ze dus in de klederdracht ook. Zwart was ook altijd chic en mooi, netjes, deftig, gekleed. Okay. Okay. En daarom koos men ook vaak voor zwart. Ja. Want je had dus heel vaak periodes dat je in de rouw kwam en dan moest je zwart. Ja, en als je ja. dan gekleurd hebt, dan moet je weer omwisselen. Dan moest je dat dus. En er was altijd geen geld voor. Ja. Ik doe deze even uit, want ik wil daar eventjes verder kijken. Mag. Maar ik weet niet hoe je dat natuurlijk op moet vouwen, hè? Want dat is... Een speciale manier. Je vouwt het als het ware. Eerst begin je net als je vroeger een laken opvouwde. Mm-hmm. En dan als een zakdoek. Eentje weer terug. Ja, eentje weer terug. En dan ga je hem om en om. Nou heb ik hem niet op de strijkplank, maar zo deed het mijn oma altijd. Dat ging dan helemaal perfect. Dan had ze helemaal een mooi vierkant een beetje op pakje. Een harmonica manier of zo. Ja. Hey, is dat? Ja, en dan werd het lintje werd dan gewoon om de schort heen gedraaid. Waardoor die heel mooi. En dan zo kon je ze dus allemaal netjes opstapelen in de kast. Zal ik hem in de kast doen? Ja. En als je dan de schort weer nodig had, dan bleven de blokjes er mooi in zitten. Ik doe hem even hier, dus dan moet je zo meteen maar eventjes beter doen. Oké. Daar waren we. Dit zijn dus allemaal rokken, bovenrokken. Mm-hmm. En hier heb ik allemaal onderrokken. Dit zijn dus hele bijzondere onderrokken. Zo. Een baaien onderrok, een gestreepte onderrok. En wat voor rok is dit? Dit is een baaien onderrok. En wat is een baaien onderrok? Dat is een soort wol. En die had je in lila kleur, je had hem in leverkleur, maar zelfs in rood. En die werden overal gebruikt bij alle soort klederdrachten als onderrok. Zo. Maar dit was voor de winter, denk ik, want het is best wel Ja, maar dik. Ze hadden soms dus ook wel eens meerdere rokken aan. God. Een vrouw die droeg wel eens 5-6 onderrokken. Oh, wat zal dat warm geweest zijn. Ja, ze begonnen allereerst met een onderbroek. Een halflange onderbroek. Die zal ik ook eventjes pakken. Met kantjes en oh jezus. Ja. Met een kantje. Je werd wel helemaal ingepakt, hè, als ik dat zo dus zie. Dit is dan zo'n onderbroek. Ja. Tot op de knieën. Ja. Dan kwam een witte katoen onderbroek en dan kwam er een witte katoen een onderrok. Want alles wat eerst op het lijf kwam was van katoen of linnen, dat kon je wassen. Ja. Een onderrok die was dan een langer ook een witte katoen onderrok. Dat kon je wassen en de bovenkleding die werden zelden of nooit gewassen. Ja. Was het nou ook zo dat je dan kant had en dan met een kleurtje of zo? Nee. Dus, nee? Nee, dat kwam eigenlijk uit Frankrijk of zo. Hè? Want ik heb ze wel eens gezien en dan zag ik dus een blauw kantje of een strikje. Deze die is ook al heel bijzonder, al met zo heel veel kant en een strikje. Ja. Meestal werd het maar een beetje gewoontjes met zoals dit. Ja. Een klein kantje afgezet. Meer het degelijke, zeg maar eventjes. Ja. Maar ja, dat mag wel, want je hebt zoveel rokken over elkaar heen, zeg. Ja, en dan kwam deze. Dit is dus de witte katoenen. En dan kreeg je een onderrok. Deze gestreepte onderrok. Die? En dan kan daar een viefschachtrok zijn. En viefschacht, dat heeft te maken met het viefschacht. Je moet daar meer rekenen op die klossen wat ze gebruiken. Die spoelen met het weven. De techniek van het weven heeft daar te maken. Okay. Dus dan noemden ze dan een viefschachtrok. Er zit wel een heel verhaal aan vast, hè? En dan alleen maar de kleding. Even kijken. Deze, dat is ook een hele bijzondere. Deze is gemaakt van zware moreezijde. En die is bijna zo stijf dat hij haast alleen rechtop kan staan. Ja. Dan hoef je geen petticoat eronder te doen. Nou, daar werd hij dus in principe ook voor gebruikt. Oh. Strakke bovenlijfjes, wijde onderrokken. Dus als je dan deze rok eronder deed, dan ging die mooi bij de deur staan. Maar als ik zo zie, dan is dat wel. En dat moet helemaal op de grond of zo? Tot hier, hè? Tot hier. En dan de schoentjes eronderuit. Ja. Oké. Okay. En dan kwam er een zwarte gebloemde. Dit is een wollen met ingeweven damastbloemen. Ook dat weer laag over laag. Ja. Dus als je daar kijkt, eerst een witte onderrok, dan kwam deze. En dan had je een baaien. Dan deed je deze. Die. En dan had die. Je die. En dan kwam de bovenrok. Ach. Dus dan tel het maar op hoeveel rokken dat een vrouw aan had. Dan zitten we op 5 plus een onderrok is 6. Witte onderrok.
Maar je had gelukkig een strak lijfje erboven. Dus dan, boven was een strak lijfje. Ja, gelukkig wel. Strakke lijfjes bij de onderrok. Ja, maar is ook wel mooi. Ja. Is dat ook wel erg mooi. Ja. En had je dan ook schoenen erbij of zo? Dat ook nog? Zondags had je schoenen, maar overdag droeg je meestal klompen. Oké. Okay. Maar schoenen waren te duur en die sleten te hard. Ja, ja. En dan had je schoenen, klompen aan elke dag. Had je ook kousen of sokken of nylons? Hele mooie sokken. Kniekousen. Oké. Okay. Deze en die kwamen tot over je knieën. Zakte dat dan niet af of zo? Deed je elastiek om. Hier deed je een elastiek om. Ja. En zeven rokken. Ja. En zo'n lange onderbroek. Ja. En die... Och, ja. Wat warm zeg. Maar gaandeweg zijn al deze rokken uit de mode geraakt. Ja. Dat is, op het laatste hielden ze alleen nog een witte katoenen onderrok over. In de winter deden ze dan deze... Ja. Bollen met damasbloemen nog wel eens en een bovenrok. Ja, maar droegen ze dit dan ook thuis of was het alleen dus buiten? Nee, ze hadden buiten. Thuis ook. Ook echt? Ja, al die... Ja, er werd wel eens één of twee rokken onderweg gelaten. Ja. Vooral in de zomer, dan werd er wel eens één of twee rokken onderweg gelaten. Vooral deze baaien, die werd er dan wel eens onderweg gelaten. Ja, ja. En die stiefrok, die was in principe ook eigenlijk alleen maar om de rokken mooi bij uit te laten staan. Maar ze droegen over het algemeen toch wel 3-4 rokken. Goh zeg. Ja. En dan met een temperatuur van? Ja, 30 graden. 30 graden. Och, ja. Och. En dan de knipmuts nog op? Ja, overdag hadden ze geen knipmuts. Dan droegen ze het kleine mutsje. Oké. Okay. Dat is het kaapje. Het kaapje? Ja, en dat konden de vrouwen ook zelf wassen. Oké. Okay. Maar de andere mutsen, de zondagse muts, dat is de knipmuts, die konden ze niet zelf wassen. Oké. Okay. Dan heel iets, hè? Ja. Voelt het bij jou ook zo zwaar? Nee hoor, ik ben het wel gewend. Zeg, ik vond het bijzonder leuk. Ik vond het heel erg leuk. Ik heb dit nu ook even gevoeld. En in mindere mate, want hier zit dus maar één rok onder. Ik vind het heel erg goed zo. En ik wil je heel erg bedanken voor wat je ons allemaal hebt laten zien. En ik denk dat we nu snel naar boven moeten gaan. En ik hoop dat jullie dus volgende week weer kijken. Dankjewel en zullen we weer naar boven gaan? Ja. Oké. Okay.